Ik ben Maria. Ik ben een van de schrijvers van Nakijk in Jasmijn. En ik ga koken tuinboontjes met gewekte mosterdkool en aubergine Xinjiang-stijl. Koken is in de Chinese cultuur ook echt een manier om te laten weten hoeveel je van iemand houdt. En dat deed mijn moeder altijd voor ons. Dus ze houdt heel erg veel van ons, denk ik dan maar. Ook al zegt ze dat nooit. Ik ben Susha. Mijn ouders hadden vroeger een Chinees restaurant. Daar ben ik al vrij vroeg begonnen in te werken. En ik ben na een half jaar Mandarijn studeren in China ben ik begonnen in de toko van mijn schoonouders. Ik heb vandaag de chowtjes gekookt. Dat zijn dumplings. Ik heb voor deze dumplings gekozen omdat wij ze vroeger thuis ook altijd maakten. Dus dat is echt een herinnering uit mijn jeugd. Eten is zo'n wezenlijk onderdeel van mij. Van goed eten wordt eigenlijk iedereen gelukkig. Ik ben Sun Lee. Ik heb het boek De zoet-zure smaak van dromen geschreven. En dat gaat over mijn jeugd en het opgroeien in een Chinees restaurant in een heel klein dorpje ergens in Friesland. Ik ga koken kip in rijstwijn met gember. Het is een heel hartig gerecht wat perfect is voor winters naar herfstweer, waarbij natte sneeuw wordt afgewisseld met hagel en regen. Eten is voor mij een van de grote vreugdes van het leven. Voor ons was het enige dat ons samenbracht zonder dat we aan het werk waren. Het is het enige moment dat we een familie waren, echt een gezin en niet een bedrijf.